Net live in de livebox, Kevin. Hey, hey Kevin. Hey. Goed dat je even bent aangeschoven. Yes. Ik zei het net al even, jouw album is anderhalve week geleden uitgekomen. Het heet Lente. Dat heb je lekker gekozen, die titel. Ja, zeker. Dat kwam even goed uit. Ja. Het mooie weer was het afgelopen weekend. En het was sowieso een mooi weekend voor jou, want het is op nummer 1 in de album Top 100 terechtgekomen. Ja, geweldig. Heb je het gevierd? Ik heb het wel gevierd, maar klein, niet groots of zo. Dus. Maar een klein feestje thuis? Ik denk thuis, als die vrijdag nog steeds op 1 staat, dat ik het wel wat groter ga vieren. Oké, dus dat is bij deze alvast een uitnodiging voor al je vrienden, vrienden en familie. En, ja, en precies. Familie. Vrijdag even vrij houden. Hey, je was hier in de 3 voor 12 Radio toen jouw EP uitkwam, een kleine versnelling. Ja. Dat was december 2016. Alweer, bij Roosmarijn was je toen. We zijn even de archieven ingedoken. Want jij zei toen dit tegen Roos over jouw volgende project. Dat is weer een plaat. Dus ik kan nog niet zeggen of het een EP of album is. Maar ik moet het wel binnen 2 maanden zo af hebben. Dat wil ik niet zeggen uitbrengen, maar wel af hebben. Ik zie je nu al lachen. Ja, ja, ja. Dit is even anders gelopen, of niet? Het is even anders gelopen. Ik heb mijn tijd genomen. Ik had denk ik die tijd ook nodig. En toen ik echt wat had, dacht ik van ja man, nu ben ik ready om uit te brengen. Ja. Nu, maar op dat moment, december 2016, dacht jij van dit gaat me lukken binnen 2 maanden. Maar toen later dacht je, nee, dat gaat toch niet, dat gaat hem niet worden. Ja, het is een heel proces, snap je? Er komen heel tijd nieuwe nummers bij, je nieuwe mensen kennen, nieuwe producers. En ik was toen denk ik ook nog maar net rapper en ik was nog maar net, ik had 1 EP uitgebracht en... Ik dacht, hup, 2 maanden later ga ik weer er een achteraan gooien. Iets te ambitieus. Het liep anders, En, Hey, en als ik jouw nieuwe album zou beluisteren, dan staan er heel veel tracks over op die over je succes gaan. Maar ook wel een beetje de keerzijde ervan. Want je hebt bijvoorbeeld een track die gaat over migraine, moe zijn, rugpijn, keelpijn. Gaat het wel goed met je? Tuurlijk, gaat goed. Gaat ja? Goed. Ja, 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 gaat goed. Nou, maar, ik heb wel iets gefixt, want we dachten, ja... Je moet wel goed voor zichzelf zorgen. Dus ik heb voor jou een heel leuk, schattig fruitmandje. Okay. Met wat lekkers erin. Dus dat ik hoop dat je ervan houdt. Ja, zeker weten. Even een cadeautje van ons, van 3 voor 12 Radio, voor jou. Dank jullie wel. En zorg goed voor jezelf. Doe ik. Dat is wel een beetje de boodschap. Is goed. Hey, je gaat nog een track voor ons spelen. Dat is Sunshine samen met Sigourney Kay. Die heb je meegenomen. Dus ik zou zeggen, ga vooral terug naar de livebox. Dan gaan we Kevin weer horen.